In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Chris en hij is een gay sekswerker. Wel of geen schaamhaar? Geen schaamhaar. Jockstrap of boxer? Boxer. Bij hem of hij bij jou? Hij bij mij. Met of zonder glijmiddel? Met glijmiddel. Zoenen met tong of zonder? Ligt aan de persoon. Wat voor verschillende sekswerk heb je allemaal gedaan? Ik heb porno gedaan, ik heb gestript, ik heb achter de webcam gezeten, ik heb escort gedaan in hotels of naar mensen toe. Ik heb achter de raam gestaan als travestiet, ik heb achter het raam gestaan als man gewoon en OnlyFans nu. En wat is dat? Gewoon een beetje amateur porno en dan kunnen mensen een subscription nemen en dan kunnen ze je maandelijks betalen. En jij kan dan spannende filmpjes online zetten van jezelf. En dat zijn dus dingen die je dan zelf maakt? Ja, het is eigenlijk een beetje porno, maar dan zonder directors en zonder dat je 8 uur lang geneukt moet worden. En vind je eigenlijk van de hele lijst aan dingen die je hebt gedaan in je leven, is dit dan wel het allerchillste? Kijk, alles heeft zijn ding. Ik heb escort heel erg leuk gevonden. Ik heb porno heel erg leuk gevonden. Ik heb achter de webcam zitten heel erg leuk gevonden en ik vind dit ook heel erg leuk. Maar er zijn ook aspecten aan dit wat ik niet zo leuk vind. Er zijn natuurlijk allemaal aspecten van die andere beroepen die ik allemaal gedaan heb die ik ook niet leuk vind. Er is eigenlijk niet één ding wat ik echt kan uitkiezen wat ik het leukste vond. Maar ik heb wel hele leuke tijden gehad. Hoe ging dan bij jou op een gegeven moment die overstap van film naar escort? Ik kan toch wat echter opgewonden worden van bijvoorbeeld seks met een klant dan op een porno set, terwijl die jongen 1000 keer knapper is. Maar die jongen die zit er helemaal niet in. Maar toch moeten we het doen, terwijl deze man die wil wel seks met mij. En ik denk dat ik toch ook wel een beetje aandachtsgauw ben, dat als ik het idee heb dat hij mij leuk vindt, dan vind ik het toch ook wat leuker. Hoeveel verdien je per klant? Dat ligt er natuurlijk helemaal aan wat je prijs is. Ik ben begonnen zo vroeg ik €100 per uur. Toen ben ik 150 per uur gaan vragen toen ik in een club werkte. En toen ik achter de ramen ging staan, toen was het gebruikelijk om €50 per kwartier te krijgen of €200 per uur. Dus ik hou me nu aan de €200 per uur. En ik heb het ook een keer voor €1000 per uur gedaan. Oh. En wat vind jij anders aan seks voor je werk dan seks met iemand van wie je houdt? In het begin toen ik net begon, toen kreeg ik heel vaak mensen die dan zeiden van ja, maar dadelijk kan je niet meer echt seks hebben en vind je seks niet meer lekker en zo. Toen dacht ik van, ja. Maar het is toch wel een beetje dat als je gewoon gewend bent om altijd betaald te krijgen voor je seks. Ja, als er dan ineens een jongen met jou seks wil, dan denk je van, ja, wat heb ik daaraan? Hmm. Helemaal niks. Dat kost me alleen maar werk. Moet ik me weer gaan opmaken? Moet ik mijn haar weer gaan doen? Moet ik mijn huis weer op gaan ruimen? En dan krijg ik er niet eens voor betaald. Ja. Heb je veel klanten die niet uit de kast zijn? Ja, heel veel. Superveel. Het merendeel van de klanten zijn getrouwd die ik heb. Ik vind sowieso, ik zou het heel erg jammer vinden als je je leven moet leiden als iemand die je niet bent. Dat lijkt mij heel erg zwaar. Om elke avond naast je vrouw te kruipen terwijl je helemaal niet echt verliefd op je vrouw bent. En krijg je ook wel eens een request van een vrouw? Heel af en toe. Maar ik denk dat het in mijn hele carrière 4 keer is gebeurd. En ik heb altijd nee gezegd. Ja? Had je nooit zoiets van, nou, dat wil ik ook wel eens proberen? Ik heb vroeger wel heel veel seks gehad met meisjes. Voor mezelf. Maar in mijn werk, nee. Hoe vaak ben je dan wel echt geil? Want uiteindelijk, je hebt wel seks. Ja. Mijn piemel werkt altijd. Of tenminste, bijna altijd. Dus mijn lichaam is altijd wel geil. Maar ik ben wel met mijn hoofd vaak wel ergens anders. Want het is een beetje een tweestrijd bij mij. Want ik geniet wel van het moment. Maar niet, als er geen geld op de tafel zou liggen, dan zou er niet eens een gedachte in mijn hoofd opkomen om één woord te spreken tegen die persoon. Het is gewoon heel leuk werk, maar als je er niks voor zou verdienen, zou je het niet doen. Er zijn wel goede aspecten aan, ja. Ja. Maar ik zou niet aanraden aan iemand anders om het te doen. Je kan het werk gewoon doen, alleen je moet echt sterk in je schoenen staan. En je gaat ook gewoon wennen aan het geld wat je verdient. En ja, je gaat ook leven naar het geld wat je verdient. Dus als je dit werk gaat doen, moet je echt een beetje een soort business instelling hebben, dat je wel echt weet van, ik ga dit voor bijvoorbeeld 1 jaar doen en ik wil er zoveel geld mee verdienen en dat geld leg ik dan ook opzij en daar ga ik dan later iets mee doen. Dat ga ik weer investeren of wat dan ook, want je kan gewoon heel makkelijk erin blijven zitten en
gewoon na een tijdje wordt het gewoon niet zo leuk meer. Toen ik dit voor het eerst wilde gaan doen, toen had ik het helemaal bedacht. Van, nou, dan verdien ik dan, toen vroeg ik nog dan 100 euro per uur. En dan dacht ik van, 100 euro per uur, er zitten 24 uur in een dag. Dus dat is 2400 euro per dag. En dan 7 dagen in de week. En dan kwam ik op een heel groot bedrag uit. En dan doe ik dit voor een paar maanden. En dan heb ik al zoveel geld. En dan koop ik daar een huis, en dan koop ik daar een auto, en dan koop ik daar dit, en dan koop ik daar dat. En dan uiteindelijk, dan ga je het echt doen. En dan verdien je wel dat geld. Maar dan denk je van, ja, eventjes een paar schoenen hier en eventjes een paar kleren daar en eventjes dit en eventjes dat en ik betaal voor iedereen. En ja, dan een paar jaar later dan zit je daar met al je kleren en met al je shit. Met wat voor vooroordelen heb je als mannelijke sekswerker te maken? Ik merk niet zo heel erg veel van mijn vooroordelen. En ik ben ook iemand die daar gewoon niet echt heel erg veel van aantrekt. Dus er zullen er vast zijn de vooroordelen, maar ik weet het eigenlijk niet. Wanneer heb je er dan wel last van? Misschien voor mezelf dan met dit werk, van dat je dan denkt van, ik ben 26, ik sta nog steeds achter de ramen, je weet toch. Ik vond het vroeger, toen ik gewoon 18 was, toen vond ik het heel erg cool, omdat het natuurlijk heel erg veel geld is. Maar nu kom ik op een leeftijd dat iedereen een beetje veel geld gaat verdienen. En dat ook mensen die wel naar school zijn geweest en die wel hele mooie studies hebben afgemaakt, die verdienen nu ook veel geld. En dan is het toch van, ja, had ik nou beter advocaat kunnen zijn, of had ik nou beter verkleed achter een raam kunnen zitten? En daar kan ik dan wel een beetje onzeker van worden. Maar niet van als jij tegen mij zou zeggen van, ik vind je visueur, dan denk ik, ja, oké, leuk. Waarom denk je dat je het vroeger cool vond en dat je er nu achter bent gekomen dat het niet zo cool is? Nou, je wordt gewoon wat ouder. Vroeger, als ik dan gewoon kon zeggen dat ik hoer was, of dat ik pornostar was, en dan had je altijd mensen die dachten, oh. En dan als ik dat zag, dan dacht ik, yes, bitch, ik heb mijn ding gedaan. En nu ben ik gewoon wat ouder en wat rustiger. Ik moet toch iets op gaan bouwen. Denk jij dat alle sekswerkers het voor het geld doen? Nee, dat denk ik zeker niet. Er zijn ook heel veel jongens, en dat krijg ik zelf heel vaak van, oh mijn god, je hebt zo'n leuke baan. Je kan de hele dag met jongens neuken en de hele dag lekker seks. En dan word je er ook nog eens voor betaald. En denk van, maar ik denk niet dat je helemaal door hebt wat voor mensen er langskomen. Want jij denkt natuurlijk, je kijkt gewoon naar pornofilms en je denkt dat die mensen langskomen. Maar dat zijn niet de mensen die per se langskomen. Er komen natuurlijk ook gewoon types langs die misschien die je niet gelijk van straat zou plukken zelf. Ja. En daar moet je het dan ook gewoon mee doen. Dus er zijn wel heel veel mensen die erin gaan voor de seks, maar die komen er dan snel achter dat het niet is. En dan de meeste mensen gaan erin voor het geld en hopen dat ze toch nog een leuke tijd kunnen hebben. Ben je bang dat je later spijt hebt van je werk? Nee, ik ben niet bang dat ik spijt heb. Ik hoop wel dat ik het niet lang meer hoef te doen. Maar als ik terugkijk naar mijn leven, dan vind ik wel echt dat ik een heel leuk leven heb gehad. Heel apart, heel gek en ja, dramatisch en overdreven. En het is wel een verhaal wat je kan vertellen later aan je kleinkinderen, weet je? Nee, maar weet je wat opa vroeger is? Ja. En denk je dat je dat dus dan echt met trots kan vertellen? Van, dit heb ik vroeger allemaal gedaan. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet, maar ik kan er wel met een heel apart gevoel naar terugkijken. Ik heb wel iets meegemaakt wat heel veel mensen niet hebben meegemaakt. En een heel apart leven geweest. En het is toch wel iets, toch? Ja. En ik vind het altijd wel cool. Denk je dat er op een gegeven moment een punt komt dat je zegt, nu is het klaar? Of dat zou je altijd... Dat mag toch wel hopen. Ja, maar je moet toch altijd geld verdienen? Dus dan moet je toch... Ja, maar ik hoop gewoon dat ik ooit op een punt kom dat ik gewoon geld kan sparen. Maar ik heb gewoon altijd, als ik gewoon geld heb verdiend, dan is gelijk, wat kan ik kopen? Wat kan ik kopen? Oké, ik heb 100 verdiend, wat kost er 100 euro? Ik heb 1000 verdiend, wat kost er 1000 euro? En als je nu zo terugkijkt op alles wat jou hebt gedaan, wat zijn dan de dingen waar je echt spijt van hebt? Oh, ja, ik vind het moeilijk, want ik denk niet dat ik heel erg veel spijt heb van de dingen die ik in mijn werk heb gedaan, maar misschien wel de consequenties die het heeft gehad voor mij. Ik ben toch wel wat sociaal wat geslotener geworden. En ik heb heel veel vrienden laten vallen. Omdat ik gewoon alleen maar met mijn werk bezig was. En je wil ook niet de hele tijd over seks praten met mensen die daar niet aan doen. En dat zijn wel dingen waar ik dan toch wel een beetje spijt van heb. En dit werk zorgt er ook voor dat je gewoon heel anders naar mensen toekijkt. Dat je ook een beetje zero bullshit wordt. Vind ik wel een beetje jammer dat dat zo is gelopen. En ja, ik denk dat voor mijn familie ook niet per se heel erg iets is waar ze mee te koop lopen en wat ze echt leuk vinden om aan iedereen te laten zien. Maar van mijn werk heb ik geen spijt. Ik heb een leuke tijd gehad. Maar al het mooie komt een eind. Mag ik hopen. Laat in de comments weten wie jij hier graag zou willen zien.
En ben je nou benieuwd naar het hele gesprek met Chris? Check dan onze podcast. Dat was hem. Dat was hem. Ben je eigenlijk meer een type van zoete of zoute drop? Zoete drop. Ja? Gek op. Oh ja? Eet je dat vaak of ja, niet? Ja, heerlijk.